Rick van Steenbergen kon dus tevreden zijn. De deelnemers is ongelooflijk, dat had ik nooit verwacht. Dat hebben we natuurlijk te danken aan Firmijn Verhelst. Maar Firmijn Verhelst kan niet verhelpen dat de 157 deelnemers er een zomerwandelingetje van maken. De grote namen zoals Von Driest, Moreels, Van Itterbeek en Bontempi, om er maar een paar te noemen, laten zich gezapig meevoeren door de Kempen. Na ongeveer 50 kilometer trekt Patrick Roeland van de ploeg de Vlaming op avontuur. Hij is vertrokken voor een solovlucht van iets meer dan 100 kilometer met een maximale voorsprong van 10 minuten 15. We passeren dan Herentals. Maar dan komt Aartselaar weer in het vizier. In het peloton volgt de ene uitval de andere op en de voorsprong van Roeland slinkt ziender ogen. Bij het ingaan van de eerste van de drie plaatselijke ronde van 15 kilometer wordt hij ingelopen. Er kan dus nog van alles gebeuren. Zo krijgen we een ontsnapping van een groep van 20, maar zij worden ook teruggepakt. Een ontsnappingstrio met Tolhoek, Colijn en Von Driest lijkt nog de beste kans op slagen te krijgen. Maar op 10 kilometer van de aankomst loopt de verstandhouding mis. Hergroepering en deze vijf springen op 5 kilometer van de streepweg. Ludwig, Piva, De Keulenaar, Vekemans en Van den Akker. Deze ontsnapping houdt stand en Van den Akker probeert het van ver. Een goede 500 meter van de streep. Hij lijkt gewonnen spel, maar uit de achtergrond duiken Olaf Ludwig met leeglopende achterband en Koen Vekemans op. Het gebruikelijke elleboogwerk in de spurt en de eerste grote prijs Rick van Steenbergen krijgt meteen een mooie naam op de eerste plaats. Olaf Ludwig. Vekemans wordt tweede, Van den Akker derde. Ja, en dan... Ga je de wedstrijd volgen in de wagen? Ja, ja. Ik moet de start geven en dan de wedstrijd volg ik, want het gaat door mijn strijk dus. En de strijk van Rick van Looijwijk. Ik hoop van Rick strak te zien. Is dat nu een hoogtepunt, een ander hoogtepunt in je leven? Nee, dat niet. Nee. Ik ben er heel gelukkig om dat hij tot stand gekomen is, maar voor mij moest het niet. Maar je straalt toch, hè? Maar ik ben toch gelukkig, ja. Van Steenbergen is voor mij altijd een voorbeeld geweest. Een van de grote renners die ik ooit tegengekomen ben. Zeker op de baan gebeuren, een man die toch op de piste trainen, op de weg. Dat was fantastisch. Dat soort renners, ja, ben ik eigenlijk nooit meer tegengekomen. Rick is uitzonderlijk kampioen geweest en ik heb het geluk gehad om met hem nog te kunnen koersen. Ik heb zijn afscheid gevierd in Antwerpen en in Gent. Ik als jonge knaap, als jonge beroepen, en ik kijk natuurlijk heel veel naar op. En, dus het is natuurlijk een hele grote eer met dat we mogen doen hebben. Wel, ik denk dat die grote prijs, en dat vind ik ergens zeker en vast, dat die al langer had moeten zijn. En de mensen die initiatief genomen hebben, hebben een goed initiatief genomen. En ik denk ook dat Rick, hij laat het niet blijken, maar in zijn binnenste zal het vandaag een gelukkige man zijn. En misschien is hij ook, is die grote prijs het vertrek van misschien een hele grote koers binnen een jaar of twee jaar of binnen vijf jaar. En ik vind dat Van Steenbergen dat verdient. Tu n'as pas de bidon, rien, ça va, tu te soignes, tu vas encore du vélo, oui. Oui, oui, de temps en temps. Pas trop, si. Oui, oui. Deux, trois fois par semaine. Oui, c'est bien, comme lui, tous les jours. Oui. Il est en pension, moi je dois travailler. Ik denk aan de coureurlink van Steenbergen, nu, met de methode van koersen van nu. Een ploeg ter onder beschikking en een ploeg die dat Van Looy had, alleen dat Mars had. Wel, ik denk niet dat Rick veel klassiekers zou verliezen. Hij gaat natuurlijk altijd een keer verliezen. Maar Rick, mee was in de sprint, was er geen discussie. Rick won niet met een half wiel, hij won niet met een wiel, maar hij won met een lengte of twee lengte. Ik zie hier nog die fotonamen van het wereldkampioenschap in Kopenhagen. Kubeler was ook krap, hè? Maar ik zie ik dat 10 meter scheelt. Ze dat was van Steenbergen. Oftewel, hij zat kapot dat hij heel de laatste was. Of anders, hij won. Maar er was geen discussie mogelijk. En Rodekirk, ja, die moeten zeker niet voorstellen met de nummer 106. De organisatie staat anders wel op punt, hè? Ja, dat is perfect. Ze pakken het serieus aan niet eens vanaf de eerste keer. En het is alleen jammer dat ze nog geen FCP-punten hebben, want vorige week ziet in Meulenbeek waren 60 vertrekkers en er waren wel punten. En hier zijn er dan 160 en hier zijn er geen punten. Rick van Steenbergen, zeg er eens wat over. Voor mij is hij de sympathiekste van alle grote renners die hij België ooit gehad heeft. Dus we hebben er heel veel nu. Oude grote renners en ik vind Rick van Steenbergen de sympathiekste van allemaal. Waarom sympathiek? Ja, hij is gewoon, hij is volks. Hij kan gewoon praten over het wielrennen. Zijn andere grote namen, ja, die zitten gelijk alles af te breken en zo. Maar Rick van Steenbergen niet, die blijft altijd positief.
Ja, als ik de sprint had van Steenbergen, had ik misschien al vijf goede wedstrijden gewonnen. Ik heb hem nog geen ingroeid gewonnen. Rick was heel rap ook en hij was dan nog sterk. En het was ook een andere tijd van koersen dan nu, denk ik. Ja, ik weet al dat Rick lang supporter is van mij. Dus hij heeft me een paar keer zien rijden, vroeger al met de jeugd. Toen heeft hij mij ook een keer gezegd, destijds zat hij ook een klein beetje in de sponsoring met mijn club. En heeft hij gezegd, wat ik jou zien doen heb ik weinig renners zien doen. En je hebt de kans voor een hele grote te worden. En heeft hij gelijk en dan heb ik altijd veel sympathie voor opgedrukt. Hij zegt Van der Raar, dat is zo'n beetje hetzelfde tippen als ik was. Tippen van de flyer. Misschien wel, ja. Maar kijk, Rick heeft een heel groot palmarès. Mijn is nog zo groot niet. Maar ja, de tijden zijn een beetje veranderd. En ik hoop vandaag iets kunnen doen. En ook Rick van Steenbergen rijdt zijn grote prijs mee, maar met een wel erg geavanceerde fiets. Voor heel wat renners is dit een uitstekende gelegenheid om in het wedstrijdritme te blijven tussen de Wincanton Classic en de wereldbekerwedstrijd in San Sebastian van volgende zondag. De winnaar van de Wincanton Classic, Erik Verlanker, is trouwens van de partij. Maar hij is niet de enige kanshebber. Op een parcours dat zo vlak is als een biljart, moeten vooral de snelle mannen in de gaten worden gehouden. Etienne de Wilde, Erik van der Aarde, Olaf Ludwig en Guido Bontempi. Maar ook Edwig van Hooydonk, Rudy Danes en Dirk de Wolf kunnen gevaarlijk zijn. Maar de eerste echte aanval komt van Patrick Roeland uit de ploeg van Roger de Vlaming. Net voor Arendonk, de geboorteplaats van Rick van Steenbergen, is hij er vandoor gegaan en Rick 1 staat erbij en kijkt ernaar. Het parcours van 200 kilometer is hetzelfde als dat van de Olympische wegrit tijdens de Spelen van Antwerpen in 1920. Het slingert zich door de Antwerpse Kempen en dat betekent dat de bruggen over de autosnelwegen er de kools buiten categorie zijn. Geen noemenswaardige moeilijkheden dus en onder het goedkeurend oog van het peloton kan Roeland rustig zijn voorsprong uitbouwen tot meer dan 10 minuten. Maar dat is dan ook het maximum, want het peloton reageert en Roeland heeft toch zijn zin. Hij wint 3 van de 4 tussenspurten waar telkens 25.000 frank aan premies te verdienen zijn. Net nadat hij de laatste heeft gewonnen bij het binnenrijden van Aertselaar, als ze aan de 3 plaatselijke ronde van 15 kilometer beginnen, wordt Roeland bij de lurven gevat en even later geeft hij op. Zijn dag is goed geweest. In die laatste 45 kilometer volgt de ene ontsnappingspoging na de andere. Een groep van 14 rijdt zelfs een minuut voorsprong bij elkaar. Onder hen Dirk de Wolf, Erik van der Aarde, Erik van Lanker, André Schmiele en Olaf Ludwig. Maar ook deze groep wordt gegrepen en opnieuw volgen de pogingen elkaar op. Erik van Lanker is een van de bedrijvigste. Maar het duurt tot in de slotkilometers vooraleer een groepje van 5 uit de greep van het peloton geraakt. Koen Vekemans, John van den Akker, Olaf Ludwig, Ludo de Keulenaar en de Italiaan Piva. Op enkele kilometers van de finish merkt Ludwig tot zijn ontzetting dat zijn achterbandje langzaam leegloopt. Maar het is te laat om daar iets aan te doen, want de spurt is ingezet door van den Akker. Maar die wordt nog bijgehaald en dan blijkt Ludwig, ondanks die lekke band, de snelste. Hij moet wel even de weg vrijmaken, maar gaat dan vlot over Vekemans die tweede wordt. Van den Akker is derde, de Keulenaar vierde, Piva vijfde, Wilco Zuijnijk zesde en Marc Sergeant zevende. Het is wel niet leicht, hè? Het is niet leicht. Ja, ik was 2-3 maal schon immer met vorne in de groep bij. Ich habe gestern ein Kriterium gefahren, das war das erste Rennen nach der Tour. Heute 200, da habe ich doch gemerkt, dass es hinten raus eigentlich sehr schwer war. Du hast noch Pech gehabt in den letzten Kilometer? Ja, ich habe ungefähr 10 Kilometer vom Ziel oder 8 vom Ziel gemerkt, dass ich hinten ein leckes Band habe. Aber die Luft ging ganz, ganz, ganz langsam immer weniger. Und ich wollte eigentlich gar nicht mehr nach vorn, weil ich hatte schon Schwierigkeiten immer um die Buchten. Ich war dann vorn bei und am Ende hat es doch noch gereicht. Erik van Steenbergen, is dat een gedroomde winnaar voor jou? Ja, dat hadden we toch gezegd, dat we liever hadden dat een sprinter won als een treinloper, omdat ik ook zelf de sprinter geweest ben. En gelukkig is onze vriend komen opdagen en heeft hem gewonnen. Hè. Je straalt en je bent echt blij. Hè? Echt blij. Alles is gegaan gelijk we gehoopt hadden. Het was wel even nipt op het einde. Hè? Het was nipt, maar het moet nipt zijn. Even het schoon te hebben. Hè. Wat vindt u van de organisatie hier plaatselijk? Ik vind het voor een eerste maal dat dit georganiseerd wordt fantastisch. Enorm veel volk. We hebben ook een mooie finale gehad en ik denk ook een prachtige winnaar. Ludwig is dan toch... Een fantastisch coureur en ik denk dat het een beetje een coureur is in de stijl van in een tijd alle verhoudingen in acht genomen van Steenbergen, namelijk iemand die weet waar de finishlijn ligt.
is dit nu de weg die we moeten opgaan met het wielrennen? Want er schijnt wat de mot in te komen, zegt men. Een aantal sponsors die haken af. Ik denk dat we meer en meer professioneel moeten werken in het wielrennen. Dat wil zeggen, dus proberen van mensen die geïnteresseerd zijn, bedrijven natuurlijk, ondernemingen, te laten investeren in de wielersport. En ik denk dat een dergelijke zeer goede organisatie zoals vandaag een goede stap in de goede richting is om mensen die bedrijven leiden ertoe over te halen om daarin te investeren in de wielersport en in het wielrennen. Ja, wie hier geweest is, die moet ja zeggen vandaag. Wel, wij waren een testcase, FICP. Ik heb daarnet de waarnemer van de FICP tegen het lijf gelopen en ik heb hem gevraagd, wat vond u ervan? Vond u het goed? Vond u het minder goed? Welke waren de gebreken? En heeft mij gezegd, kijk, het was voortreffelijk en ik kan u nu reeds zeggen dat volgend jaar FICP zal zijn. Een terechte beloning. Een terechte beloning, dacht ik, niet alleen voor mij, maar voor al de mensen die mij in deze dagen voor de wedstrijd, in de maanden voordien, hebben terzijde gestaan.